Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is je misschien opgevallen dat er van de afgelopen week geen video online kwam. Dat had ermee te maken dat ik een wandelende bacil ben, echt al een maand. En soms gaat het een paar dagen beter en dan neem ik weer een video op en dan gaat het weer een paar dagen slechter. Ik ben hier inmiddels ook al 5 keer op getest. 3 keer omdat ik zelf dacht, better safe than sorry, ik laat het nog een keer testen. En 2 keer omdat ik schijnbaar bij iemand in de buurt was geweest. Langer dan een kwartier die corona bleek te hebben volgens de coronamelder app. Maar nou, ik kom nergens, dus het is mij een raadsel. Maar prima. Dus ik ben inmiddels 5 keer getest op deze bacil. Het is geen corona, maar wel heel irritant om je A zo te voelen en B zo te voelen in coronatijd. Waar je toch een beetje een soort, ja, ongemakkelijk wordt als je zo op straat loopt met traanogen en snotneuzen. Maar goed, dat doet niet ter zake voor deze video. Maar ik dacht, omdat ik me zo verschrikkelijk ellendig voel en eigenlijk heel graag deze make-up van mijn hoofd wil halen, leek het me leuk om even een me-time momentje te gaan filmen. Wat doe ik nou met mijn me-time? Ja, dan heb ik het even over de beauty me-time routine. Gewoon me-time, zit ik op de bank en met een filmpje of een boek of een serie of whatever. Maar een me-time beauty momentje. Want ik heb ook echt een gortdroge huid. Ik heb echt, als ik foundation opsmeer, denk ik echt, nou, misschien kan ik het gewoon beter niet doen. Dus ik heb nu ook alleen maar een beetje BB cream op. En ja, het is gewoon, ja, en natuurlijk bronzer, blusje, alles om een beetje leuk te laten lijken. Maar ja, nee, dus mijn huid is echt toe aan een beetje liefde. En ik vind altijd, als ik zo me zo voel, heb ik geen zin in maskers en zo. Maar ik ga het nu toch doen, because my face needs it. En gewoon even lekker warm water, make-upje eraf, peeling momentje. Dus dat ga ik jullie lekker mee meenemen. En dan hoop ik dat ik me wat beter voel en dat jij fijne tips hebt gekregen. Ik ga vandaag een hydraterend maskertje doen. Doe ik niet zo vaak, want meestal wil ik glow of ik weet niet wat. Maar nu wil ik hydratatie, dus dat gaan we doen. En ik zou zeggen, pak er een lekker kopje thee bij. Of ga ook je me-time momentje doen. Door lekker erbij te gaan zitten met je thee. Of door ook gewoon lekker even een beauty momentje te beleven. En dan gaan we gewoon lekker aan de slag. Ik neem jullie mee naar de badkamer. Is het licht wat minder goed. Maar daar is nou eenmaal de kraan en zo. En dat hebben we gewoon nodig nu. Dus laten we beginnen. Nou, we staan inmiddels in mijn badkamer. Ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van mijn bacillerigheid. Eerst hebben we de haren vast. Want die wil je niet overal in hebben hangen. En dan begin ik natuurlijk even met het schoonmaken van mijn gezicht. Ik heb eigenlijk altijd, maar sowieso als ik verkouden ben, maar nee, eigenlijk altijd waterproof mascara op. Is dit nou de look waarvoor we gaan, jongens? Who cares ook? Zo. Altijd waterproof mascara op. Dus ik begin met dat eraf te halen. Dan doe ik, nou, zoals je ziet, altijd met deze. Dit is de Nivea Oogmake-up Remover die bij mij gewoon goed werkt. En daarmee ga ik eventjes mijn ogen bevrijden. Maar ik heb nu dus onwijze traanogen de hele tijd. Dus nee. Dat is wel een van de redenen waarom je heel graag zonder make-up wil zijn. Aan de andere kant smeer ik dus ook wel weer graag make-up op. Om me dan nog een beetje mens te voelen. Even een beetje dubbel. Nou, hier gaat het er super makkelijk mee af. Ik laat altijd even een beetje intrekken. En dan wrijf ik het gewoon langzaam weg. Nou, dit is al heerlijk. Maar goed. Dat is pas stap 1. Dan micellair water, deze. De Garnier voor de gevoelige huid. Ik heb een gevoelige huid, dus misschien goed om te zeggen voor deze routine. Ik heb een droge, gevoelige huid. Maar zeker rondom de tijd van de maand heb ik ook echt wel pukkels. Maar over het algemeen is het dus droog en gevoelig. Dan ga ik mijn gezicht wassen. Dan doe ik heerlijk warm water. Normaal doe ik het een beetje lauw, maar ik ga het nu echt voor liefde, voor warmte. De Estee Lauder Perfectly Clean. Die hebben jullie al 6000 miljoen jaar gezien. Jullie mij die gebruiken. Ik switch wel eens. Ben ik nooit blij. Switch ik altijd weer terug. En dan deze. De Foreo. En dit is de kleine variant. Die vind ik persoonlijk heel fijn. Die gebruik ik nu alweer 2,5 jaar. En ik heb hem denk ik 3 keer of zo opgeladen in totaal. En ik gebruik hem elke ochtend en elke avond. Ik gebruik hem niet de volledige sessie, zeg maar. Ik weet, ik voelde het uren. Dus ik maak gewoon mijn gezicht ermee schoon. En dan doe ik nog een paar keer langs. En dan geloof ik het wel, zeg maar. En deze
Ik zit nu ook te kijken dat er nog een plus en min op staat. Dat doe ik nooit wat mee. Nou. Nah. Ik ken het dus oprecht al 2,5 jaar. En ik zie ineens, hey, naast het aanknopje zit er ook een plus en een min. Nou, wat doet dat? We gaan het testen. Wat is dit? We gaan het zien. Oké, ik ga nu op plus drukken, denk ik. Wordt die nou intenser? Oh, dan wordt wat intenser. Min. Wordt je minder intens? Ja. Dat is een tikkie intenser. Nou, dit ga ik even insoppen en dan afspoelen. Ach, heerlijk. Ik kijk geen Harry Potter, maar ik heb het gevoel dat ik op die man van Harry Potter lijk. Nou, misschien klopt dat niet. Dat is gedaan. Normaal zou ik dan nu een toner doen, maar ik ga dus nu een peeling aanbrengen. En dat is de 10 Minute Peeling Mask van de Soap Treatment Store. En die breng ik aan. En dan laat ik hem 5 à 10 minuutjes zitten. Meestal 10 minuutjes. En dan haal ik hem weer af. Ik masseer hem een beetje in. Dat hoeft niet. Maar mijn huid kan deze peeling goed hebben. Als ik hem gewoon een beetje zacht doe. Maar ik masseer hem wel een beetje in. En ik heb dus wel een gevoelige huid. En ik kan ook slecht tegen fruitzuren. Maar deze. Een van de redenen kan ik deze ook nog handelen. Wordt een beetje warm. Ga ik even laten intrekken en dan ben ik zo terug. Nou, de peeling heeft er ruim 10 minuten op gezeten. Dus die ga ik nu met warm water afspoelen. En dat doe ik zeg maar in draaiende, circulerende bewegingen. En nu voelt het echt al heerlijk zacht. En wat ik al zei, nu wil ik dus iets hydraterends op doen. Omdat mijn huid dat echt heel erg nodig heeft. Dus ik ga deze gebruiken. De La Roche-Posay Hydra Face Intense Mask. Ja, en deze is dus vochtherstellend. Opvullend en kalmerend. Ik weet niet precies wat opvullend betekent. In deze Soothing Rehydrating Fill-in Care. Nou, deze gebruik ik dus niet zo vaak. Omdat ik meestal... Ik kan zo even wat andere maskers laten zien die ik graag gebruik. Maar meestal ga ik dus echt voor glow of dat soort dingen. Maar... Nu heb ik het even nodig. Je kan het natuurlijk ook heel charmant met de kwast doen, maar ik doe het eigenlijk allemaal met mijn vingers. Als ik dan iemand het zie doen met de kwast, denk ik, oh, zoveel leuker, maar goed. Nou, deze mag ook weer 10 minuutjes intrekken. Dit is een van mijn favoriete maskers. Deze is van Rituals, los even van de Fabuloso verpakking. Wil niet scherp stellen. Ja, kijk. Dit is het Rituals of Namaste masker. En die kan je ook refillen. Dus je houdt zeg maar die mooie verpakking. Zij ziet er zo uit. En in dezezelfde kleur heb ik er ook een van Vichy. En dit is de Double Eclat Mask Peel. Dus dit is een peeling masker. Glow Peel Mask. Deze heeft AHA erin. En even kijken wat zit er nog meer in. Vulkanische rotsstukken of zoiets. Dus die gebruik ik heel erg graag. Dat zijn eigenlijk mijn go-to maskers. Of soms een sheet mask. Maar die twee vind ik echt super fijn. Gewoon voor... Nou, die probeer ik eigenlijk elke week te doen. Ik kom er niet elke week naartoe, maar over het algemeen elke week. Alleen nu ik echt zo'n droog gevoel heb, ga ik voor deze. En als dit is ingewerkt, ga ik dat eraf wassen. Meestal... Nou ja, kijk, meestal hoef je dat dus verder niet af te wassen. Ga je gewoon... De excess weg en dat is het. Maar ik ga nu ook nog even aan de slag met mijn gua sha en een olie. En dan ga ik mezelf helemaal in olie. En dan is het klaar. Ja, ik moet er toch een beetje iets van maken. Ik ben gisteravond al in bad geweest in een eucalyptusbad. In de hoop dat het nog iets doet. Nu is de eucalyptus op. Het was ook een hele grote verpakking, moet ik zeggen. Maar goed, ik heb een man lief op pad gestuurd om nieuwe te halen. Want die moest toch die kant op. Ga ik vanmiddag nog even in de bad zitten. Want
Ik heb eigenlijk een hekel aan badderen. Maar als ik dat doe, dan is het met kinderen erbij. Nou, dan zet je hem sowieso niet zo warm. En dan ga ik ook geen eucalyptusstand ingooien. Dan ga ik gewoon met de kinderen in bad zitten spelen, zeg maar. Maar als ik in mijn eentje mag, gaan de kinderen zijn, dan zit iemand er ook in. Dus dat gaat niet. Nou, nu zijn de kinderen uit logeren. Die komen vanavond terug. Dus ik kan vanmiddag nog een keertje in bad. Maar ik ben er eigenlijk altijd heel snel klaar mee. Alleen, ik heb wel het gevoel dat het nu goed voor me is om in bad te gaan. Dus dat ga ik straks ook nog doen. Maar ik ga eerst eventjes dit doen. En dan ga ik mijn bad pas doen als die olie helemaal lekker is ingetrokken. Dus dat doe ik echt maar zo'n paar uur. Maar voor nu laat ik dit even intrekken. En dan kom ik zo weer terug. Het masker heb ik er afgewassen. En nu ga ik dus met mijn gua sha aan de slag. Ik doe mijn trui uit. Want hier moet ik niet onder de olie hebben. Ik heb een hemdje onder hoor. Geen paniek. Ik gebruik olie altijd hiervoor. Dit is de Cold Press Marula. Ik gebruik ook wel eens de Rose Hip. In ieder geval allemaal van The Ordinary. Vind ik heel fijn. En super betaalbaar. Ik doe flink wat olie op. Deze is bijna op. En dat doe ik op mijn gezicht en op mijn hals en décolleté. En ja, ik heb hier heel veel filmpjes van gekeken. Ik heb het al eerder gezegd. Ik zie allerlei soorten filmpjes hoe je dit moet doen. Dus zoek vooral op wat voor jou werkt. Want ik weet dus niet of mijn methode helemaal correct is. En daarmee ga ik eigenlijk zeg maar, nou ja, mijn hele gezicht doen. En dit vind ik heel lekker. Oh, mits we gaan winnen. Dit vind ik sowieso heel lekker om te doen. Tenminste, doe niet maar het effect ervan. En het is ook extra fijn om nu die olie zeg maar in mijn huid te krijgen. Want mijn huid is niet vochtarm, maar vetarm geloof ik. Ze hebben wel eens mijn vochtpercentage in mijn huid gemeten. En dat was echt belachelijk goed. En dat zou heel goed kunnen. Omdat ik heel veel water en thee op een dag drink. Maar echt heel veel. En dat komt weer door bepaalde medicijnen die ik gebruik. Waar ik gewoon heel erg dorst van krijg. Maar wat op zich dan niet zo erg is. Want daardoor drink je heel veel. Dus ik ben eigenlijk... Ik heb eigenlijk altijd wel een glas water of een glas thee bij me staan. Dus dat moet ik ook wel eens uitleggen. Want we hebben tegenwoordig natuurlijk allemaal thuismeetings. En ik heb dus altijd thee voor elk overleg. Maar dan heb ik dus daarna ook. Als ik bijvoorbeeld 2 uur durende training heb of zo. Dan zet ik dus thee neer en water. Soms nog een colaatje. Ik denk dan echt, nou wat doe je allemaal? En hij drinkt dan echt een tiende van wat ik drink op een dag. Dat is het. Doe ik alleen nog een beetje oogcreme op. Want ja, oog wil ook wat. De Organic Care Advanced Eye Cream. Die heb ik gekocht bij de Douglas. Ik ken het merk verder niet. Maar ik vind hem zo fijn dat ik inmiddels ook een nachtcreme van heb. Een heerlijk huispakje aangedaan. Deze trouwens van de H&M. Echt heerlijk. En als laatste doe ik nog een lipcreme op, want ik krijg ze ook hele droge lippen van het hele feest. De Elizabeth Arden 8 Hour Lip Balm. Die kreeg ik als tip van jullie. En die vind ik heel fijn. Ik gebruik eigenlijk nooit op mijn lippen, maar als ik zo verkouden ben, dan krijg ik gewoon hele droge lippen. Nou, dit was mijn me-time routine. Ik heb helemaal rode vlekkerige huid. Dat heeft niks te maken met die maskers. Dat is gewoon zoals mijn huid eruit ziet als ik niet fit ben. Maar nou, dat maakt verder niet uit. We gaan nu gewoon lekker op de bank zitten. Ik heb soep aanstaan, dus ik ga een lekker soepje eten. En dan gaan we heel druk verder met ons nieuwe huis. En nou, ik voel me hier al een stuk beter door. En ik hoop dat ik me morgen weer een beetje mens voel. Want ik heb een hele drukke werkweek.
Nou ja, en anders dan niet. Dan is het ook wat het is. Maar in ieder geval voor nu hoop ik dat jullie mijn me-time routine leuk vonden. Ik ben benieuwd naar jouw favoriete gezichtsmasker. Laat het even weten, want ik vind het altijd leuk om nieuwe te testen. En ja, ik wens je een hele fijne dag. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je dat vond, doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En ja, super dank voor het kijken. Doeg!